De berg met binnengebrachte petflesjes was echt huge, groot. Dus inmiddels hebben we al een groot deel, meer dan de helft, al uitgesorteerd. Dus we hebben nog een behoorlijk stuk te gaan. Ik ben Rolf Adriaanse, ondernemer, woon in Tilburg. En van het project Van Pet naar Pret, waarin we eigenlijk van gebruikte petflesjes weer toffe nieuwe dingen maken. Dus omdat we vooral kinderen en mensen willen inspireren dat je iets van afval lijkt. Wat waardeloos is eigenlijk voor veel mensen, dat we willen laten zien dat je daar waardevolle, toffe nieuwe dingen van kunt maken. Dit zijn de flesjes die mensen hebben ingeleverd. En die gaan we dus één voor één sorteren. Verschillende sorteringen, van iets waar we niet kunnen recyclen tot en met de frisflesjes die we apart doen. Dit is mijn recycle. Dus daarmee ga je petflesjes versnipperen. En dan is het wel een beetje snelheid maken. En dan gaat iedereen. 3, 2, 1. En dan is het petflesje verdwenen. En dan hebben we snippers over. En die snippers maken we een pakketje van 500 gram. En die doen we in de oven. En die gaat in een rotatie over, dus die gaat ronddraaien. En dan komt er deze vorm uit. En van deze vorm, daar maken we lampen van. In 2050 willen we met z'n allen circulair zijn. En de kinderen van nu, de basisschoolkinderen, dat zijn de mensen die dan in die circulaire economie moeten leven. En ik denk dat ze het allerbelangrijkste is om hun alvast een stukje in beweging te krijgen, na te laten denken over wat je met het afval, de grondstof voor de toekomst, kunt doen. Zodat ze ook later in de ontwikkelingen, dat de gewoonste zaak van de wereld is, die circulaire economie.